Ja, Stef, we staan hier bij de schitterende murenverf schutting. Ja. We hadden het dan in het vorige gesprek er al over. Vertel eventjes, hoe kom je tot deze creativiteit en wie heb je daarvoor gebruikt? Is het een makkie geweest? Nou, een makkie is het zeker niet geweest. We hebben op een gegeven moment kregen we de vraag om om te schilderen. En dan kom je met het complexe idee van we moeten 45 meter in lengte moeten we voorzien van afbeeldingen. En aangezien het midden in het dorp ligt en de mensen allemaal, je moet iets met de historie doen. Dus toen heb ik besloten van we nemen de historie van Spakenburg, een aantal elementen eruit. En als we die elementen eruit gehaald hebben, dan gaan we die op de schutting zetten. Maar hoe doen we dat? En dat is, dat is het creatieve proces. Dus dan kom je op een gegeven moment met het idee van ik ga het doen. Omdat we hadden niet zo heel veel tijd. Het moest voor de Spakenburgse dagen moest er klaar zijn. Naast het feit dat we niet zoveel tijd hadden, moest het dus het moest leuk zijn, het moest creatief zijn. En er moesten mensen tot de verbeelding spreken. En dat hebben we dus gedaan door uit te gaan van die historische beelden en die te vereenvoudigen tot twee kleuren. Dus ik heb de kerken genomen die er zijn, de kerkgenootschappen althans dan, want er zijn veel meer kerken dan de 15 die ik hierop gezet heb. En ik heb de klederdracht genomen en ik heb een verzoek gedaan op Twitter aan de mensen om historische plaatjes in te sturen die zij graag op de schutting zouden zien. En dat is wel heel leuk, dat is met die blauwe hier en dat oranje. Dat is van Els Heijnen van Rogiap, zeg maar. Dat is haar vader en haar broer. Het lijkt wel of ze een beetje aan het schaatsen zijn, of dat is... Dat klopt. Dus vandaar ook de koude blauwe achtergrond. Ja. En het wat warmere oranje. Ja. Want dat heb ik ook een beetje geprobeerd, om complementaire kleuren te gebruiken. Kleuren die echt tegenover elkaar staan in de kleurencirkel. Uiteraard kun je dat niet met alles doen. Maar een paar complementaire kleuren, zoals bijvoorbeeld hier het roze en het groene. Okay. En hier het oranje en het paarse. Dat zijn complementaire kleuren, zodat ze er meer uitschieten, zeg maar, dan dat ze normaal zouden doen. Het is een beetje agilitasachtig, maar dat is ook eigenlijk een Bijna wel. Botter. Dat is een botter, ja. Ja. Kijk, maar dat is, op een gegeven moment zoek je dus naar het contrast. En dat contrast dat krijg je in de kleuren. En dan is het donker en licht natuurlijk. Ja. En het is ook een beetje gevoel, hè. Ik vind het ook wel mooi dat je inderdaad met een paar pennenstreken zo'n dame in kraaplap hier. Want als je het omkeert, dan zeg je het is heel weinig, maar het is ook veel zwart. Ja. Is dat nou net de creativiteit van jou? Dat is de creativiteit, dat is de oplossing die je zoekt. Hè? Dus door gebruik te maken juist van een minimalistische hoeveelheid beeldmateriaal, toch het optimale resultaat krijgen. Dit is jouw favoriet. Waarom is dat jouw favoriet? Als je er dichtbij staat, dan zie je absoluut niet wat het is. En op het moment dat je dus aan de overkant van het spuitplein staat, dan zie je dus dat het twee voetballers zijn. En dat is de derby uitgebeeld. Dus IJsselmeerwogels tegen Spakenburg. Oh, okay. Dus dat is de speler. Ik heb daar tijdens het maken alweer natuurlijk veel opmerkingen over gehad. Toen ik vertelde tegen de mensen die er voorbij reden. Dat is Spakenburg tegen IJsselmeerwogels. Ja. Dat waren die zeiden van maar Spakenburg torent hoog boven IJsselmeerwogels uit tegenwoordig. Ja. Nou goed. Dat soort dingen neem ik met een korreltje zout, maar dat is wat anders. Maar dit is de derbyschildering. Ik vond dat het erin moest. Maar heb je dan niet gedacht op de rood en blauw? Nee, dat heb ik dus of niet. Nee, juist niet. Juist niet. Want ik denk het moet iets abstracts hebben. En het moet juist een lading hebben. En dat heb ik door die kleuren gekregen, ja. Oh, dus we moeten straks aan de overkant gaan staan als de markt weg is? Ja, als de markt weg is moet je aan de overkant gaan staan, dan zie je duidelijk dat het twee voetballers zijn. Okay. Ja. Dit is de stadsweide vanaf de kant gezien van de stadsgracht. Okay. Dus dan kijk je daar zo, dat ene recht, kijk als ik hier. Ja. Deze. Dit is het silhouet van de hervormde kerk, zeg maar. En heb hier die bomen staan en dan daar de boerderijen en dan dit zijn de weilanden. Het eenvoudige strepen beeld jij precies uit wat het is. Ja, dat is dat is de bedoeling. En dit, dat is wel een hele leuke. Dat is een suggestie, die komt bij jullie vandaan. Ja. Dat is, die heb ik gehad van Jaap. Ja, Jaap zei van, ik heb nog een hele mooie foto van dames in klederdracht aan het strand met opwaaiende rokken. Okay. Dus die hebben we dus ook verbeeld. Maar dat is ook zoiets, als je er dicht op staat, dan zie je het niet direct. Maar op het moment dat je afstand neemt, dan zie je dus. Okay. Ja.
Nou, dit is zilverpapier. Dit is zilverpapier, Stef. Ja, maar dat is iets, daar zit ook weer een boodschap achter. Okay. Want eigenlijk zit er achter elke zit een boodschap. Ja. Deze, er was ooit, toen Spakenburg kampioen werd, toen was daar Jaap de Graaf. Ja. En Jaap die maakte heel veel selfies met spelers en trainers en weet ik wat allemaal. En toen die zette die op Twitter. Dus toen op een gegeven moment vroeg ik aan Twitter, op Twitter of iemand Jaap zijn camera af kon pakken. Want ik werd een beetje ziek van de selfies. Dus toen denk ik ga een ode maken aan Jaap. Ik maak een selfieplek op de schutting. Ja, ja, ja. En dan is het zo, dus ik had het idee, dan plakken we er folie op. En als dan die folie erop zit, dan kunnen mensen een foto van zichzelf maken met op de achtergrond het historische centrum van Spakenburg. Dus heb ik ook weer die historie te pakken. Oh ja. En dat vertekent niet, het maakt iets slanker zelfs. Alleen het punt was, toen ik het erop had zitten, toen bleek dus dat hout was niet glad genoeg. Dus ik ben mijn effect kwijt. Ja. Maar wat ik nu ga doen, ik heb nog een spiegel staan bij mij in het atelier. En die ga ik erop plakken, maar dat doe ik pas na de vakantie. Okay. Dus dat... Nou, deze is ook qua kleur vind ik hem strak. Dat is de Fonteinkerk, hè? Ja. Ja, 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 ja. Omdat ik zei, we hebben alle geloofsgemeenschappen, zeg maar, hebben we aan willen of op de schutting willen zetten. Ja, ja. En dat hebben we dus, we hebben daar de Noorderkerk staan, we hebben hier de Fonteinkerk, we hebben de Zuiderkerk en we hebben de Hervormde Kerk. Nou, en dan hebben we in principe hebben we alles gehad, behalve dan de Westerkerk. Maar de Westerkerk is in principe qua vorm niet zo interessant. Dus, en dat was deze weer wel natuurlijk. Dus ik hoop dat de mensen van de Westerkerk me dat vergeven. Andere keer. Ja, dat hoop ik. Dit is ook een leuke boom van nieuwsgierigen. Dat is ook nog een heel leuk verhaal. Want toen ik hier aan de gang was, toen waren er dus heel veel mensen die vroegen aan mij van wat gebeurt er nou achter? Ja. En ja goed, ik ben geen superman, dus ik kan ook niet door een schutting heen kijken. Dus ik had zoiets van nou, ik moet daar wat aan gaan doen. Ja. Dus toen kwam ik op het idee om er twee gaten in te zagen. En rond die gaten een boom te creëren. En dan een bord erin te hangen en dan boom van nieuwsgierigheid. Maar toen was ik aan het schilderen en aan het schrijven. En dan schrijf ik te groot, dus ik was bij nieuwsgierig. Ja. En toen kon ik heid er niet meer op schrijven. Dus heb ik een boom van nieuwsgierigen van gemaakt. Dat kan ook wel, dat kan ook wel. Ja, 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 ja. Hé, maar even iets anders, Stef. Je hebt iets schitterend gemaakt. Nou zie je dat de hele wereld is ondergekalkt met graffiti. Ja. Hoe gaan we dit bestrijden als dat hier zich voor zou doen? Ten eerste, daar ben ik echt geen bang voor. Want ik denk, ten eerste, in Spakenburg is geen graffiti cultuur. Nee. Dus je vindt nergens eigenlijk hier muren met daarop graffiti. En als je een echte graffiti artist bent, dan ga je nooit over het werk van andere kunstenaars heen. Oh, dat is gewoon een afspraak. Dat is een code die de graffiti artists hebben. Dus, okay, en aangezien dit een kunstwerk is, dat zullen ze niet doen. Nee, okay. Nee. Stef, een volgende? Ja, dit is degene die de meeste vragen oproept bij de mensen. Want er zijn er, die zien er allerlei vormen in. Wat voor vormen zal ik maar niet zeggen, maar het is in ieder geval een bijzonder gebeuren. Het zijn vissen in een viskist, van bovenaf gefotografeerd. En alleen, ik heb de schubben er niet in gezet. En die schubben, als die erin komen, dan is het echt heel duidelijk. Want dan heb je hier een liggende vis en dit is een liggende vis, zeg maar. Ja, want jij bent van de vissen, toch? Ik ben van de vissen, ja. Ja, 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 ja. Het is ook wel leuk, hè? Is dat een beetje, reclame? Reclame, ja, en dat is gelijk een verantwoording van wat ik doe en wat ik gedaan heb. En ja, goed, ik vind, je moet toch wel mogen vertellen wie je bent en wat je werk is. Hè? Werkt dat ook een beetje? Heb je het idee dat mensen gaan bellen van Vrek, joh? Nou, ik weet niet of dit werkt, maar ik weet wel dat het geven van de workshops in september en oktober heel erg vol zit. Okay. Dus dat gaat goed. En ik weet niet of dat hierdoor komt of ergens anders door. Maar vast wel, vast wel. Daar gaan we vanuit. Ik ga even op zoek naar Steed, want die wordt hier vereeuwigd. Ja. Even voordat ze hier is. Ja, is goed. Ik had een klein voorgesprekje met haar. Daar zal ze misschien straks ook nog wel even iets over zeggen. Ja. Ze zegt, hij had me getekend zonder wit mouwtje. Ja. En hij had wel een beetje stippeltjes op de kraplap mogen zetten. Ja, ja, ja. Ja, ik had er getekend zonder wit mouwtje inderdaad. En daar kreeg ik commentaar op. Dus toen ik hier aan het werk was, toen denk ik van nou, ik geef er een mouwtje. Ja, ja, ja. Maar de stippeltjes, het verhaal is natuurlijk, toen ik de opdracht kreeg voor... ik heb eerst de opdracht gekregen voor 6 panelen. En die 6 panelen, die moesten in 1 dag gemaakt worden. Hallo. Dus ik heb deze 6 panelen in 1 dag gemaakt. Samen met behulp van mijn stagiair toen de tijd, Lucas Koelewijn. Ja. En die hebben we dus in 1 dag gemaakt. En dan ga je iets maken waarbij je alle details weghaalt. Dus toen ik er getekend had,
Toen heb ik het gewoon ingekleurd en dan ga je... Kijk, het gaat om klederdracht, het gaat niet om de details van de kraplap of hoe mooi is mijn kraplap. Dus dat is, dus daar heb ik het, daarom heb ik het weggelaten eigenlijk. Ja, de kerk zat erop en het boerenleven uit Bunschoten zat erop. En dat spreek je wel aan? Ik ben een Bunschoten, dus het, dat spreekt me zeer aan. Oké, ja. Hartstikke mooi. Als je het erover hebt, dan zie je het precies komen. Als je over de duivel praat, praat op zijn staart, hè? Daar is de camera van meneer Jaap. Herken je deze dames? Dat is Minky Meurt, denk ik. Nee, ik ken ze niet hoor. Nee, maar even de algemeenheid, wat vind je van wat hier Stef gemaakt heeft? Oh, ik vind het prachtig. Ik vind het wel een kunstenaar. Jawel, hè? Die mooie koeien, het is allemaal hartstikke leuk. Staat jouw kerk er ook bij? Mijn kerk staat er ook bij, ja. Dat is de Zuiderkerk. Had ik al gezien. Ja, dan komt het allemaal goed. De laatste keer dat we je zagen was bij Michiel de Ruiter. Ja, dat klopt, ja. Ja, daar waren we figuranten. Ja, dat was dat, hè? Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Hoe is dat nou zo gegaan? Want je lijkt er inderdaad wel op. Nou, ik denk van een aanzichtkaart, denk ik. Wist je dat het gebeurde zo? Nee, dat wist ik niet. Ik kwam voorbij, ik denk, oei, daar ben ik. Ja. En eventjes positief, mooi dat je erop staat. Hartstikke mooi vind ik het. En dan had je ook alleen, ik ving er aan een paar bloemetjes op de kraplap. Je zet toch ook bloemetjes op. Ja. En dan vind ik hartstikke leuk dat ik een horloge om heb. Ja. Heb je er ook altijd een horloge om? Of? Ja, altijd. Maar dat is aan de linkerpols of de rechterpols, dat maakt niet uit? Oh nee, dat is even wegens omstandigheden. Okay. Dan dragen wij ze aan de andere kant. Ja. Oh, dan zal ik eens vragen of wat Stef ermee bedoeld heeft om wel of geen stippies te doen. Stef, kom erbij. Ja, of net er even tussenin, zodat we even, dat je kunt aanwijzen. Okay. Ja? Ja? Nou, hier staan ze dan, Stef. De reden dat er geen stipjes op zitten is dus, ik heb hem moeten maken in een dagtijd. Dus al die 6 panelen. Nou. En het ging mij erom dat ik dus de visserij, de klederdracht en het boerenleven uit zou beelden. In verband met het tennisballenproject wat we gaan maken. En toen heb ik gewoon, de klederdracht genomen. En dat is niet, het was niet de bedoeling om heel gedetailleerd te zijn. Dus echt alleen maar... jullie tweeën neer te zetten en dan vervolgens daarmee de klederdracht uit te beelden. En kijk, het realisme van de klederdracht, dat heb ik niet willen raken. Alleen maar het feit dat met de kraplap en dat soort dingen. Ja. Weet je wel? Ik vind het hartstikke leuk hoor, maar een witte kraplap zie je ook niet. Nee. Dus dan waren er maar een paar stippeltjes. Nee, dat had Aartje al eens uit. Dus Aartje het aan verteld. Dan kun je zien dat ik niet alleen ben de bloemetjes op horen. Absoluut niet. Maar ik vind het prachtig. Ik zal als ik terugkom van vakantie, zal ik eens kijken wat ik kan doen. Ja, en nou een pandje verf bij had, tuurlijk. Had ik ze wel even erop willen doen hoor. Nee, maar dat komt wel goed, Dus dat komt dat ga ik wel regelen. Nee, maar het is hartstikke einde. Nou, misschien in tegen ons Spakenburg, dan ga ik voorbij komen. Ja, mooi toch? Hartstikke leuk. Ja, heel goed. Dankjewel. Nou, allemaal goed gelukt. Ja, Steed, dankjewel voor het posen naast je beeld. Ja. Nou ja, wie is wat anders, hè? Ja, anders zien we alleen, dan zien we samen. Ja, mijn tweelingzus. Ja. Het lijkt hartstikke. Ja. Nou, mooi. En de stippies. Die komen er waarschijnlijk dan nog op. Dat gaan we regelen voor je steeds. Ja, dat mag. Ja. Nou, het is een dansje toch al gezegd. Hè. Dus ik ben niet alleen. Nee. Daarom. Nee. Komt helemaal goed. Ja. Komt helemaal goed. Nou, schitterend. Ik vind het allemaal kunstwerk. Ja, mooi hè. Ook de hoe heet dat de rest ook. Heb je ook door de gaten gekeken of niet? Nee, dan kom ik wel achterom bij de Lidl. Dan zie ik de puin op. Ja. Oké, nou. We hebben ze naast het eigen beeld gehad en Stef heeft uitgelegd waarom de stippies er niet op zaten, maar wel op gaan komen. Dus iedereen is gelukkig met de mooie afbeeldingen hier bij de nieuwbouw op het Spijplein. Graag tot een andere keer, dit was RTV Actueel. Holland Zaderwijn, 2 4 grote, 4 3